Zo, we zijn halfweg de tweede week van januari. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat met jullie goede voornemens. Hebben jullie goede voornemens? Doen jullie daar nog aan mee eigenlijk? Als je een goed voornemen hebt, laat het dan even weten. Ik ben wel benieuwd. En hou je je er nog aan? Of behoor je tot de 75% van mensen die bij tegen de derde week van januari eigenlijk al gefaald hebben met hun goede voornemens. Ik ben benieuwd, behoor jij tot de 75% of behoor jij tot de 25%? In elk geval, ik heb voor jou vanavond één tip van volgens mij het beste goede voornemen dat jij kunt hebben voor 2018 en eigenlijk voor alle komende jaren. En ik heb daarbij ook nog eens 5 tips die ervoor gaan zorgen dat jij je voornemens makkelijker kunt volhouden. En eens even kijken, als jullie kijken, ik zie dat er mensen kijken, laat het dan even weten, want ik zie wel dat er oogjes zijn, maar ik zie niet wie. En dat is, ik wil natuurlijk wel heel graag even dag zeggen, dus laat even weten als je kijkt, dat vind ik tof. Dan weet ik dat er ook iemand ademt aan de andere kant van de camera. Oké, goed. Dus, goede voornemens. Wel, ik heb voor jou, mocht je geen goed voornemen hebben of nog niet, dan heb ik het beste voor jou. En dat is, als je het mij vraagt, zorg dragen voor de plek waar jij in leeft. De enige plek waar je altijd in zal blijven leven. En dat is je lichaam, je tempel. Aandacht en zorg besteden aan je lichaam is volgens mij het beste wat je kunt doen. En ja, het is zo. We krijgen geen tweede kans. Tenminste, als je gelooft in reïncarnatie, dan komen we misschien wel terug, maar niet meer in dit lichaam. Dus in dit leven moet je het met dit lichaam doen. En liefst zo lang mogelijk. En liefst met zoveel mogelijk leven in die jaren. En niet alleen jaren in het leven. Hè? Oké. Dus zorg voor je lichaam evenveel en even goed als je zorgt voor je huis, je woning of je auto of je huisdier of ik weet niet wat het voor jou is. Hi Anita, leuk dat je kijkt. En Jessica, jij kijkt ook, tof. Hallo, hallo, alles goed. En Heidi, hallo, goedenavond. Oké, dus toen ik die statistieken las, dacht ik van, allee, dat kan nu toch niet zijn. 75% van de mensen met goede voornemens, die falen al bij de derde week van januari. Dus ik dacht, oké, ik wil waar ik kan de mensen helpen om hun goede voornemens vast te houden. Ik heb 5 tips voor jou, oké. Want ik wil dat jij behoort tot die 25%. En zeker als je gaat voor het beter verzorgen van jouw tempel, daar kan ik jou dan ook nog eens bij helpen. Oké, misschien heb jij de afgelopen weken een beetje overdaad gedaan. Met al die feestjes en etentjes en recepties enzovoorts. En misschien heb je daardoor de moed al opgegeven. Doe dat niet. Er is nog niks verloren. We zijn amper begonnen. Maar een eerste tip die ik daarbij heb is, ga even rustig neerzitten. Neem even de tijd om te plannen. Om een plan te maken van wat je wil bereiken, van je doelen. En wat je gaat plannen, dat is heel persoonlijk. Dat moet je zelf beslissen. Ik heb jou daarnet een tip gegeven, maar misschien heb je een heel ander doel. En dat is ook goed. Maar tip nummer 2 daarbij al meteen. Ga dat doel echt plannen in kleine stapjes. Hak dat doel in kleine, behapbare babystapjes. Ga kijken, oké, ik heb dit als doel. Bijvoorbeeld, ik wil dit jaar een marathon lopen. Of bijvoorbeeld, ik wil dit jaar 20 kilo afvallen. Maar ga dan eens kijken, wat heb ik daar allemaal voor nodig? En wat zijn de tussenstapjes die ik daarvoor moet nemen? Bijvoorbeeld, als je een marathon gaat lopen, kan een eerste stapje zijn sportschoenen, loopschoenen kopen. En een tweede stapje kan zijn je eerste 100 meter lopen. En het volgende stapje kan zijn je eerste kilometer en dan je eerste 5 kilometer enzovoort. En het leuke is dat je dan bij elk stapje dat je hebt verwezenlijkt, dan kan je check, dan kan je dat afvinken. En dat geeft weer een supergoed gevoel, want dan voel je, oké, right, ik sta weer een stap verder
bij mijn doel en ik ben niet aan het falen. Want geef toe, een marathon lopen, 20 kilo afvallen, dat zijn zo van die, dat zijn mooie doelen. Maar als je dat in één keer gaat moeten bereiken, dan is de kans zoveel groter dat je het gaandeweg gaat opgeven. Dan, weet je, als je het opdeelt in kleine stapjes, dan heb je een strategie, dan heb je een gids, dan heb je een project. En het is eens zo plezant om dat traject te lopen, om dat stap voor stap door te maken, heel bewust. Daar geniet je eens zoveel van, dan alleen maar dat grote doel bereiken. Oké. Dan ga je het ook veel makkelijker volhouden, maar dat is wel duidelijk, denk ik. Oké, tip nummer 3. Noteer je vooruitgang. Als je dan erin geslaagd bent om 5 kilometer te lopen, noteer dat en vier dat. Dat zijn kleine successen op weg naar je grote succes, maar die zijn minstens even belangrijk. En als je dat gaat doen, dan houdt dat je ook zoveel makkelijker aan ja, je plan, je grote plan en het bereiken van je doel. En dat maakt het ook mogelijk om gaandeweg misschien hier en daar wat dingen bij te sturen. Misschien lukt het niet helemaal met de aanpak die je op dat moment doet, maar dan kun je nog altijd je aanpak bijsturen. Waarom niet? Oké? Dus bijvoorbeeld, een typisch voorbeeld is, mensen begin januari zeggen ze, ah, ik wil fitter zijn. Ik wil fitter worden. En wat gaan ze doen? Ze gaan een fitnessabonnement aan in de fitness. Doe dat niet. Doe dat niet. Jij gaat niet een jaar lang 2 à 3 keer per week naar de fitness. Geloof mij. Een klein verhaaltje daarbij. Een aantal jaren geleden, vele jaren geleden, werkte ik in een fitnesscentrum. En ik gaf daar groepslessen. En die waren redelijk populair. En de baas van de fitness die zei tegen mij, Tanja, ik wil dat je ook fitnessbegeleiding geeft hier in de fitness. Ik zei, ja, maar ik kan dat helemaal niet. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Dus, maar ik zeg, dat geen probleem, ik ga je opleiden. En ik herinner het mij nog heel goed. Het was een zaterdagochtend. En ik kwam in de fitness aan, in mijn sportkleren. En hij zei, ja, kom, we gaan naar mijn bureau. Ik zei, hè? Naar je bureau? En hij zegt, ik moet je iets uitleggen in mijn bureau. Ik dacht al, wow. En hij zei, ik wil jou leren hoe dat je abonnementen moet verkopen. Ik zei, hoe moeten wij dan, moet ik niet leren met die toestellen werken dan? Nee, zegt hij. Hij zegt, luister, je denkt toch niet dat ik beter word van al die apen die hier iedere dag aan die toestellen komen hangen, hè? Ik word beter van de mensen die in januari een fitnessabonnement nemen voor een jaar met een domiciliering en die 3 keer komen. Fitnesscentra zijn daarvoor gekend, die teren daarop. Dus doe iets anders. Doe iets leuks. Doe iets wat je leuk vindt. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen. En ga dan ook je kleine successen vieren. Bijvoorbeeld, zorg ervoor dat je een minuut lang de plank kunt houden. Bijvoorbeeld. Ik zeg zomaar wat. Kan van alles zijn. Maar je snapt wel, je snapt wel wat ik bedoel. Oké, en dan tip nummer 4. Tip nummer 4 is, schrijf dat op. Schrijf je doelen op. Schrijf ook die kleine stapjes op. En oké, schrijf ze op in je agenda of in je notitieboek of waar dan ook. Dat is oké, dat is één ding, dan zitten ze daar veilig. Maar hang ze ook ergens op een plek waar ze zichtbaar zijn voor jou elke dag. Hang ze, een typische plek is, aan je frigo. Of hang ze aan je voordeur. Of, ik ken iemand die ze op haar spiegel heeft geschreven. Ja, elke ochtend als ze haar tanden poetst, elke avond als ze haar tanden poetst, dan check. Even de doelstellingen nog onder ogen zien. Dat helpt allemaal. En zet ook een reminder in je agenda. Elke week. Ding! Ah, oké, mijn doel. Even checken. Hoe ver sta ik er vanaf? Oh, dankjewel voor je duimpjes. Super tof. Eens kijken. Wie kijkt er nog allemaal? Ik zie oogjes, maar ik zie niet wie er kijkt. Zeg even dag als je kijkt. Vind ik tof. Oké. Goed, dus een reminder in je agenda die je herinnert aan je doel. En dan kun je even checken, hoe ver sta ik er vanaf, wat kan ik nog doen, wat is mijn volgende stap, enzovoort. En tip nummer 5 is, hou het plezant. Hou het plezant. En dan, ik zei dat vandaag tegen iemand en die zei, ja, alsof gezond eten plezant is. En ik...
Oké, hey, dag Sabine, hey, mijn trouwe fan, leuk dat je er bent. En Thomas kijkt ook, dat is lang geleden, hey Thomas, hoe is het? Oké, dus hou het plezant. Ja, gezond eten, dat is toch niet altijd plezant? Nee, dat is niet altijd plezant, misschien. Maar bijvoorbeeld, je zou kunnen met een vriendin naar de bioshop gaan en je zou daar allemaal nieuwe groenten kunnen leren kennen en je zou daar dan receptjes mee kunnen uitproberen. Dat kan misschien wel plezant zijn. En in plaats van naar de fitness te gaan, ga Zumba-lessen volgen. Lekker dansen op muziek. En als je een paar adresjes nodig hebt, ik heb een paar heel toffe collega's die super Zumba-lessen geven. Dus dat is heel tof. Moet je zeker doen. Dus zie je, dat zijn zo die kleine dingetjes die het plezant houden. En dan is het zoveel makkelijker om je doelen vol te houden. Je snapt het. Het gaat over kleine stapjes. Het gaat over maak er een spel van. Het gaat over zorg dat het geen karwei wordt, dat het geen opgave is. Het is gewoon een spel. Oké? Dan is het nog zo plezant om het te spelen. Je snapt wel. En oh, mensen, lieve mensen, jullie zijn soms zo streng voor jezelf. Als het dan eens fout gaat, dat is toch niet erg? Dat gebeurt. Dat gebeurt mij ook. Het leven komt soms in de weg en dan poef gaat het mis. En ja, oké, dat is niet erg, want je hebt je plan. Je hebt je strategie. En er komt een volgende dag en dan pik je het gewoon terug op. En dan doe je weer vrolijk weer verder. Geen man overboord. Oké? Goed. En een laatste extra bonustip die ik eigenlijk... Oh, dankjewel voor alle hartjes. Superleuk. Als jullie... Dan nog een extra tip die ik niet van mezelf heb, maar die heb ik gejat. Ik heb die gejat van Yoda. Ken je Yoda? Wie kent Yoda? Wie kent Yoda? Wie houdt van Star Wars? Yoda heeft zo van die fantastische quotes. Ik vind Yoda geweldig. En Yoda die zegt zo: No, do not try. Do or do not. There is no try. Of in het Nederlands. Proberen, dat bestaat niet. Je doet het of je doet het niet. Snap je? Voilà. Dat waren voor mij vandaag, voor jou, mijn super top tip. Het beste voornemen dat je jezelf kunt maken voor 2018 en voor alle komende jaren is... Take care of your temple. Take care of your body. Verzorg je lichaam. Je hebt er maar eentje en je moet er je hele leven mee doen. Dus als ik jou daarbij kan helpen, dan vind je mij. En dan moet je mij zeker volgen, want er komen de komende dagen, de komende weken, komen er nog veel tips. En dan had ik ook voor jou 5 tips om jouw voornemens, wat ze ook zijn, gemakkelijker vol te houden. Ik hoop dat het waardevol voor jou was. Hey. Jessica, dank je wel. Tof dat je er iets aan hebt. Even kijken, wie hebben we nog allemaal? Wat vinden jullie van Yoda? Wat vinden jullie van de quote van Yoda? Die is toch fantastisch? Proberen, schrap dat gewoon uit je woordenschat. Probeer eens te stappen. Dat gaat niet, hè? Je stapt. Of je stapt niet. Je doet het of je doet het niet. Je verzorgt je lichaam of je verzorgt het niet. Proberen werkt niet. Oké, dit gezegd zijnde, ik wens jullie een zeer mooie avond nog. Lekker slapen voor straks. En ik zie jullie heel graag in een volgende video. En denk erom, zorg goed voor jezelf, want dan kun je veel beter zorgen voor anderen. Tot de volgende. Bye bye.